Leerlingen worden eigenlijk heel vaak meegenomen in theorie, in een boek, in leerstof. Maar kunst gaat precies de andere kant op. Kunst raakt je eerst in je hart of het doet iets met je. En als je bij leerlingen hier zit, dan zit je meteen bij de kern. We zijn bij de Digitale Schurkel en er zijn een aantal docenten betrokken al vanaf het begin. En zij geven feedback op de inhoud van de onderwerpen en ook of het eigenlijk wel aansluit bij de leerlingen. En die docenten hebben we ook gevraagd of we bij hen in de klas mogen testen. Je kan de mooiste dingen verzinnen op papier en ben je aan het lesgeven. En dan in één keer blijkt het helemaal niet aan te slaan. Dus vooral dat testen in de klas en het praten met de leerlingen is denk ik... wat heel belangrijk is als je iets ontwikkelt voor het onderwijs. We hadden een item waarin we een heleboel foto's achter elkaar lieten zien. Maar je merkt dat een docent al die foto's langsgaat. Terwijl bij de eerste foto eigenlijk al een discussie in de klas is ontstaan. En dan besluiten we van ook, weet je wat, we houden het bij één foto. Dus je kunt inderdaad van alles bedenken op papier en dingen die jij zelf interessant vindt. Maar als het niet aansluit bij de leerling... of het duurt te lang, of het zijn te veel afbeeldingen, dan merk je dat gelijk in zo'n test. Ik denk ook telkens door de feedback en doordat het steeds is verbeterd, is het nu een heel mooi, compact lesmateriaal geworden, wat je eigenlijk zo kan inzetten. Wat ik andere erfgoedinstellingen die iets met onderwijs willen doen, zou willen meegeven, is vooral spring in een gat, doe iets waar echt behoefte aan is. En het tweede wat ik graag zou willen meegeven is zoek de samenwerking op. Deze digitale schurkalender is gemaakt door Kunstgebouw en Erfgoedhuis. Zo'n samenwerking zorgt ervoor dat het lesmateriaal echt heel breed inzetbaar wordt.